Als je aan wijn denkt, dan denk je aan Frankrijk, Spanje, Italië, Chili. Maar je denkt niet zo snel aan Nederland. Vandaag zijn we in Groesbeek, want er wordt speciaal voor de 100ste Vierdaagse een nieuwe wijn gemaakt. Het weer is iets minder Zuid-Europees dan we hadden gehoopt, maar dat betekent niet dat het minder mooi is. We gaan die kant op. Freek, het is niet geweldig weer. Is dit wel het ideale weer voor druiven? Nee, niet helemaal hoor, maar ik ben wel blij met wat water. Ja. Want die druiven hebben natuurlijk wat water nodig. Ja. Water. En er zijn gebieden waar zo weinig water valt dat ze moeten gaan irrigeren. Dus ik ben blij met dat. Nee. Wat dat betreft is Nederland een ideaal wijnland dan? Ja, wat water betreft. Water is nog geen wijn, hè? Water is nog geen wijn. Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Hey, en dat wijn maken, want nou ja, goed, ik vind het heerlijk om wijn te drinken. Ja. Maar wijn maken, daar heb ik geen verstand van. Ja, dat is leuk. Ik wist niet dat het zo leuk was. Oh? Die druiven worden rijp. Ja. En dan moet je natuurlijk even kijken of ze rijp genoeg zijn. Hè, want ze kunnen te rijp zijn. Mm-hmm. Maar dan haal je ze binnen. Dan ga je de steeltjes ervan afhalen. Hebben we apart apparaat voor. Maar dat hoeft niet met de hand. Nee, want we hebben een onstelig kneuzer, zo heet die machine. Nou, die doet precies wat ja. Zijn naam zegt. En dan zijn de steeltjes eraf, is gekneusd, komen ze in een bak en dan heb je sap en schilletjes. Nou, daar doe je gistcellen bij en dan beginnen die gistcellen, die beginnen de suikers van die druiven om te zetten in alcohol. Mm-hmm. Nou, als dat proces klaar is, dus alle suikers omgezet in alcohol, dan heb je in geval van een witte wijn, heb je dan ongeveer 11,5% alcohol, geen suiker erin. Mm-hmm. En dan heb je een jonge wijn. En toen werd het 2013. Ja. En toen had u een stukje land over. Ja. En toen dacht je, laat ik gewoon Vierdaagse wijn gaan maken. Ja, er kwam een heel goed idee van Ardo van Kampen. Ja. En die zei van, de Vierdaagse is bezig met projecten te zoeken waar ze de CO2-compensatie kunnen vinden. En volgens mij is jouw wijngaard, biologische wijngaard, een uitstekende mogelijkheid om dat te bereiken. Ja, en nu is het 2016. Dan zijn die druiven van het land gekomen. Ja. Nu hebben we wijn. De speciale 100ste Vierdaagse wijn. Ja, een hele mooie wijn geworden. Het is een witte wijn, hè? Het is een witte wijn, ja. De Cal 64 is een wit ras. Ja, en het is een bewuste keuze omdat die druiven toevallig klaar waren in maart? Of omdat de wijn zeg maar in maart klaar was? Ja, op het moment dat Ardo met het idee aankwam, hadden we al plan om dit nieuwe ras uit te proberen. Om te kijken of we daar mooie wijnen van zouden kunnen maken. En dat sloot precies aan met de Vierdaagse. En een witte wijn drink je meestal in de zomer. Ja. De Vierdaagse is in de zomer, dus wat dat betreft past het heel goed bij elkaar. Ja, ja. Ja. Ik las op je website dat het een wijn is die ook prima geschikt is voor wandelaars. Ja, bij uitstek. Bij uitstek zelfs. Bij uitstek. Hoe zit dat? Omdat je als je wandelt, dan ben je komt binnen en je bent moe. Ja. En dan wil je het liefst ergens op het terrasje iets lekker verfrissends drinken. Ja. En deze wijn is ontzettend lekker om lekker fris om te drinken. Hij is dus nu nog te koop? Ja. Ja. €15 per fles? Ja, €14,95 per fles. Het is ook een bijzondere fles. Ja. Deze fles is al 4 keer zo duur als een gewone fles. Okay. De etiketten die erbij horen, ja. Het werk dat we rondomheen hebben moeten doen. Veel extra activiteiten. Dus, we moeten er zorgen dat we hem netjes op de wedrennen afleveren. Juist. Nou, ik krijg er dorst van. Ja, zullen we proberen? Zullen we dat doen? Ja. Ja, vind ik een goed idee. Zal ik er een halen? Ja, is goed. Is goed. Lekker. Ben benieuwd. En dan het moment waar we allemaal op hebben gewacht. Of nou ja, ik dan. Hoe smaakt die 100ste Vierdaagse wijn nu eigenlijk? Zo. Kijk, dat is hem. Welk nummer is dit? Aha. Dat is een eigen nummer natuurlijk. Nummer 2057, een van de laatste. Een van de laatste. Ja. Want nummer 1, die heb jij zelf al op. Nee, die gaat naar de marsleider. Die gaat naar de marsleider? Ja, naar de marsleider. Dus dat was een voorwaarde. Die zei, je mag hier wel wijn maken, maar de eerste gaat naar mij. Ja, nou, ik vind dat hem wel toekomt, hè. Ja. De 100ste Vierdaagse, die gaat, en de eerste fles, nummer 1, gaat naar de marsleider. Kijk. Dus je zal eerst in deze dagen wel... dat gaat niet zo makkelijk met mijn linker. Nee. Ja. Kijk. Kijk eens, dat is hij. Ik kom zo voor je inschenken. Ja. Mooi kleurtje, hè? Ja, ik vind het wel. Maar ja, zoals ik jou net al vertelde, ik vind het heerlijk om wijn te drinken. Maar ik weet er niet zoveel vanaf. Dus ook het proeven, dat is iets wat ik nog niet zo goed beheers. Oké.
Dan gaan we dat... Ja? Dan ga je eerst ruiken. Ja. Stil ruiken. En dan stel je vast of die lekker ruikt of stinkt. Als je stinkt, okay, dan wil je hem niet proeven. Dus als je lekker ruikt, dan zeg je, oh, ik wil wel een slokje nemen. Dan ga je nog een keer walsen. Ja. Dus ronddraaien in het glas. En dan ruik je nog een keer. En dan merk je dat je nog meer geur krijgt in je neus. Ja. Dat is het leuke ervan. En dan neem je een slokje. En dan spugen. Nee, dat hoeft niet. Hij is lekker. Ja. Oh, dat had nog langer gemoeten. Oh, dan moet ik eigenlijk nog een slokje nemen. Zo'n 8 tot 10 tellen. Mm. En dan merk je pas wat er gebeurt in je mond, hè? Mm. Ondertussen een beetje lucht bijnemen, net als het walsen. Ja, dan gaat hij heel anders van smaken. Ja. Nog lekkerder. Ja, heerlijk. Ja, hij is echt heel lekker. Ja. En inderdaad, je zei het net al, die fruitsmaak zit er wel in. Heel frisse mineralen. Ja. Echt lekker op het terrasje als je de vierdaagse gelopen hebt. Met de beentjes omhoog. Met de beentjes omhoog. Ja. Het is ook maar goed dat het een fles is van een halve liter. Want als je dan een fles opdrinkt, dan kun je de volgende dag gewoon nog lopen. Dat is misschien stiekem. En de alcoholgehalte is niet zo hoog, hè? Nee. Hey, en jij hebt natuurlijk geen tijd om te lopen dit jaar. Of wel? Nee. Ben je wel een beetje wandelaar? Ik wandel heel wat af in mijn bijgaarde. Oh. Maar ik heb maar één keer gelopen. Dat is in 1968. Zo heet het eigenlijk. Ja. Eén keer. Toen zat ik in de militaire dienst. Dus heel leuke groep van aspirant-officieren. Ja. Ja, maar daarna nooit meer. Eens maar nooit weer. Nou, dat was niet het idee. Maar ik was voetballer. Dus in die periode moest ik altijd weer langzaam herstellen. En weer opnieuw in training. Ja. Dus daar had je geen tijd voor eigenlijk. Hey, de naam van de Wijnhoeve is Colonjes. Ja. Waar komt die naam vandaan? Van de straat. Van de straat? Ja, heel simpel. Ja. Die straat voor de deur die heet Tweede Colonjes. En aan de andere kant van de heuvel is Eerste Colonjes. Dus dit is het gebied van de Colonjes. Ja. En toen ik een naam moest geven voor deze wijngaard, was het eigenlijk vanzelfsprekend. Ik heet Verhoeven, dus Wijnhoeve, geen chateau of iets, dat klinkt allemaal te duur. Hè. Wijnhoeve, de Colonjes, en dat past geweldig bij elkaar. Ja. En Colonjes komt vanuit de Franse tijd van Napoleon. Uh-huh. Die heeft hier gelegen op de Keizerskop, daarom heet hij Keizerskop. Colline is het Franse woord voor heuveltje. Colline, colline, colines. Oh ja, dat wordt dan uiteindelijk... En dat is het eerste heuveltje. Dit is het eerste heuveltje vanuit het dorp gezien. En dat is het tweede heuveltje daar. Dus eerste, tweede. Ja, logisch. Colines. Ja. Daar komt het vandaan. Ja. Dus, en dat hebben we netjes benut, want nu hebben we Wijnhoeve de Colonjes. Ja, het klinkt een beetje buitenlands. Ja. Terwijl het toch helemaal Nederlands is. Ja. Laten we nog maar een keer proeven. Vind ik ook. Proost. Oh ja, eerst ruiken natuurlijk. Ja, ik ben altijd toch van het drinken, hoor. Nou begin je pas te proeven, hè. Die smaakvervullen moeten de kans krijgen om te proeven, hè. En als je meteen doorslikt, dan fietsen ze voorbij, hè. Of fietsen de wijn voorbij. Wandelt de wijn voorbij. Wandelt de wijn voorbij, ja. Ik ga het onthouden. Ja. Dankjewel.